Bewoners van het Witte Wooncomplex in de Kortingborg vinden hun energielasten te hoog. Bij het betrekken van het complex was hun voorgespiegeld dat de huur weliswaar hoog was, maar dit zou door een lagere energierekening gecompenseerd worden. Maar de praktijk is anders, zeggen de bewoners. De gemiddelde huur is ruim €700. De energielasten zijn inclusief vastrecht vaak veel hoger dan verwacht. De woonlasten komen alles bij elkaar. De huur, energiekosten, elektra, nou, om en nabij de €1000 wel. Ja, dat zijn alle vaste lasten. Ik betaal aan huur 710 en aan de gas, nou ja, gas hebben we niet, maar licht en energie samen €143. Klachten hierover worden naar hun gevoel niet serieus afgehandeld. We worden constant van het kastje naar de muur gestuurd. De huismeester zegt, gaan we naar de den. De den zegt, meld je maar bij de BAM. De BAM die zegt, joh, ik heb geen idee waar we moeten zijn. Die stuurt ons weer terug naar de huismeesters. We blijven constant in een cirkeltje. Als je een klacht indient, dan wordt dat via verschillende personen doorgespeeld. En uiteindelijk is daar wel één iemand voor verantwoordelijk die het kortingborg op zich neemt bij de huismeesters. Maar ook al mail je, ook al bel je, er komt weinig van terecht. Directeur Seije Holwerda van de huismeesters neemt zijn huurders serieus, vindt hij. Het is zo dat de huismeesters alle klachten serieus nemen. Wij zijn vorig jaar hebben een onderzoek gedaan. Met die aanbevelingen hebben we een serverloop gestart. We hebben alle bewoners bezocht. We hebben informatiemateriaal op orde gebracht. We hebben de bewoners geïnformeerd over het gebruik van het systeem. En we hebben nog een app gemaakt hoe ze terug kunnen kijken hoe ze met dat systeem omgaan. Dus we nemen het zeker serieus. Inmiddels hebben van de 190 bewoners 183 bewoners een petitie ondertekend. Iedereen, dat is vrijwel iedereen, gaat met ons mee en iedereen heeft de frustraties. En het gaat al een aantal jaar zo. Dus op een gegeven moment wil iedereen graag dat er wat aan gedaan wordt. Het leeft hier heel erg, want ja, de kosten lopen zo enorm omhoog. Het is niet meer leuk wonen zo. Nee, ik weet niet waar het eindigt. Of, nou ja, ik hoop positief, maar als het zo doorgaat, dan weet ik het niet. Ons was verteld dat zeker de energielasten een soort van spaarpotje was. Die werden hoog ingezet. En na een jaar zou dat zeker gehalveerd zijn. Echter is dat niet zo het geval geweest. Er werd ons hiervoor gespiegeld dat de energiekosten eventjes wat hoger zouden zijn. Maar op een gegeven moment dan wel lager zouden worden. En we zouden geld terugkrijgen. Maar dat is allemaal niet zo gebleken. De afgelopen 3 jaar zijn we hebben elk jaar bij moeten betalen, plus dat het voorschot omhoog is gegaan. Ja, dat is natuurlijk niet wat er beloofd is. Er is een voorschotbedrag in rekening gebracht bij de bewoners. Het blijkt dat 85% daarmee uitkomt, 15% niet. En met die 15% zijn we in gesprek of hebben we een regeling getroffen. 7 september is er een bijeenkomst tussen de huismeesters en de bewoners van het Witte Wooncomplex.